Je bent hier vandaag omdat jij weet dat je veel meer in je hebt. Dat je van grotere betekenis kan zijn voor anderen. Dat je meer uit jezelf wil halen. Dat je voelt dat je er nog niet bent. En er is niet één grote stap om naar de top te groeien. Er is niet één succesvolle manier. Als je zegt, nou dit ga je doen en dan ben je mega succesvol. Maar het gaat erom dat je wel stappen zet. En ook al is het maar een kleine, dat maakt me helemaal niet uit, maar elke kleine stap brengt je uiteindelijk wel bij je doel. En dat is wat ondernemers heel vaak doen. Ze maken het te groot. Ze hebben een idee, ze denken, oh, fantastisch. En dan denken, nee. Dus ze bevriezen. Maar maak het dan klein. Dat ik hier nu sta, nou, dat had je een jaar geleden of anderhalf echt niet aan mij moeten vragen. Ik ben klein begonnen, met klanten. Nog klein, nog een stapje verder. En na het laatste event dacht ik, ja, wacht eens even. Dit is niet meer genoeg. De volgende keer wil ik een grotere zaal. Maar als ik die kleine stappen niet had gezet, dan was ik hier nooit geweest. Maak het kleiner. En zorg dat je in beweging gaat. En als je al dingen hebt geprobeerd in het ondernemerschap, want niet alles lukt meteen. Nou, de meeste van jullie zullen dat wel begrijpen, toch? Steek eens even je hand op, dat niet altijd alles meteen lukt. Nou, kijk. Don't be afraid to start over. It's a chance to build something better this time. Want alles wat niet meteen lukt, brengt jou iets heel moois, zodat het daarna wel lukt. En een van de dingen die mij heel erg drijft, is mindset. Dus don't let negativity stop you from being the best person you can be.